Leuk dat jij weer kijkt naar deze nieuwe aflevering van Kinderbox TV. Vandaag staan we in het Park Schouwburg en we gaan naar de Kinderen voor Kinderen musical. Boom, klap, nou ik hou er zo van, ik brul het door de microfoon. Boom, boom, klap, ja dat is de juiste toon. Ik hou van muziek en als je het wil horen, nou kom maar even hier, dan steek ik kopjes in je oren. Ik hou van rock, pop, metal en hip-hop, maar soms zet ik ook wel eens een nummertje jazz op. Oh, je lacht me uit, dan vind je dat stom. Nou, ik hou van muziek en daar gaat het om. Ik val bijna van de trap. Boom, boom, klap. Boom, boom, klap. Hey, je zit nog stil. Nou, dat vind ik best wel knap. Boom. Ik ben Reine. En wat speel jij in Kinderen voor Kinderen? Ik speel Lily, het jongensmeisje. En wat houdt Lily, het jongensmeisje, in? Lily is gewoon het meisje in de klas. Die is het meest stoer. En Lily die steunt Guus heel erg. En ze wordt uiteindelijk verliefd op Guus. Maar jij bent toch een meisje? Ja. En ik ben een jongen. Ja. Wat moeten we dan samen spelen? Hoezo? Nou ja, meisjes spelen toch zo graag met Barbies. Ik dacht... Luister jij eens even. Mijn moeder wil kleren met me kopen. Maar ze staat altijd bij een ander rek. Ze heeft het nog steeds niet gesnopen. Doe mij dus maar een lerentje. Yeah! Hoe lang doen jullie over om het hele stuk in elkaar te zetten? We hebben in de zomervakantie veel gerepeteerd. En daarna hebben we nog de montageweek hier gehad. Wat houdt de montageweek in? Nou, dan gaan ze een beetje passen en meten wat leuk is om te doen en wat juist weer niet. Maar je speelt niet alleen hier, toch? Of wel? Nee, we spelen door het hele land heen. Dingen die makkelijk zijn, die zijn meestal niet de moeite waard, vind je? Oh, papa. Nee, niks moeilijk vinden. De hele wereld. Hè? Alles ligt al voor je klaar. Het is er al. Je hoeft het alleen maar te grijpen. Hallo wereld, wereld. De wereld is van mij. Er is ruimte zat, dus kom er lekker bij. Hallo wereld, wereld. De wereld is voor jou. Er zijn wel duizend kleuren, veel meer dan rood, wit, blauw. En wat ik doe, doe. Samen met jou, en waar ik ga, 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 ga ik samen met jou. Hallo wereld, hey, ja jij, je bent van ons allemaal. Hey, weet je wanneer ik nou het meeste over mezelf heb geleerd? Toen ik op tournee was, met mijn bandje. Ik reisde de hele wereld af. En overal waar ik kwam was het anders. Nieuwe geuren, nieuwe kleuren. Maar het belangrijkste was, overal waar ik kwam maakte ik muziek. Dat is toch het leukste wat er is, samen muziek maken. Hoe ben jij bij Kinderen voor Kinderen gekomen? Nou, via dansen bij Lucia Martas ben ik op een advertentie gekomen en toen hier gekomen. Ja. Ja, want Kinderen voor Kinderen bestaat 35 jaar, maar zit jij ook echt bij Kinderen voor Kinderen? Nee, niet bij Kinderen voor Kinderen zelf, maar alleen bij de musical. Want hier wel, voor de rest? Jij wel? Oké. Okay. Wat doe jij bij Kinderen voor Kinderen? Ik ben danskind bij Kinderen voor Kinderen. Dus ik dans eigenlijk gewoon op de achtergrond alleen. Want muziek laat je dromen uitkomen. Muziek is een taal en die verstaan we allemaal. Als ik muziek hoor, dan voel ik mij vrij. Ik dans, ik zing en kan. Maar komen, we voelen het ritme en we zingen allemaal.
mogen officieel maar een paar keer een aantal uren spelen. Hoe is dat? Nou, ik vind het wel jammer, want we wisselen wel af. Maar het is ook wel leuk dat je niet elke week moet spelen, want dat zou wel heel druk worden, denk ik dan. En speel je ook met andere mensen dan alleen dit groepje? Ja, soms worden we afgewisseld. Is dat dan niet heel erg vervelend, want je bent net aan elkaar gewend en dan moet je naar een ander groepje? Nou, ik vind het niet heel erg, want ja, ik denk dat iedereen doet het wel op zijn eigen manier, maar ik vind het niet zo moeilijk om het dan aan te passen, zeg maar, aan een ander. Oké, en hoe vaak mag je spelen? 24 keer per jaar. Ja, jongens, ik wil ook heel graag blijven, maar het is zijn school en hij is de baas. Ik vind jou een baas. Ja, Augustus, jij bent de baas. Ik wil niet dat je weggaat. Ja, dat is lief van jullie. Hey, doe je mee? Loop eens weg van die tv, kom uit je stoel, stoel, stoel. Alleen maar blijven zitten is niet cool, cool, cool. Ga je mee met ons prijs? Want samen dingen doen, dat is de allermooiste prijs. Oh, kun je niet zo hard, dan hoor je er ook bij. Dus doe maar lekker mee, want jij bent net als wij. Weet je wat we doen? We worden samen kampioen. Ja, wij zijn klaar voor de start. Ga los met heel ons hart. En wat vind jij zo leuk aan Kinderen voor Kinderen? Zingen. En het... Eigenlijk alles. Ja, wat maakt het, wat is het leukste? Zingen. Waarom zingen? Omdat ze het goed kunnen. Oké, okay, zou je zelf bij Kinderen voor Kinderen gaan? Nee. Waarom niet? Nou, het lijkt me veel te druk en ik hou niet zo van zingen en dat soort... En dansen. Ken je veel liedjes van Kinderen voor Kinderen die net gemaakt zijn? Ja. Hoeveel? Bijna alle volgens mij, ja. Wat? Dat kan dus gewoon zo echt niet! Zeur niet, vroeger kregen wij een gulden in de maand. Een gulden, wat is dat, een gulden? Dat is zelfs maar de helft van een euro. En vroeger zeurden wij een stuk minder. Als je soms een broek niet leuk vindt, of je lust iets niet zo graag, of je wilt een ijsje kopen, of je zakgeld is te laag, komt je vader of je moeder met een eeuwoud verhaal. Altijd praat over vroeger. Nou, dat is toch niet normaal? Vroeger had je weinig kleren, en toen droeg je alles graag. Vroeger kreeg je nooit een ijsje, maar je hoorde geen geklaag. Vroeger kreeg je 2 cent zakgeld en je spaarde er wel 5. Dacht je dat we vroeger zeurden? Nee, dat liet je uit je lijf. Ja, die goede oude tijd, die raak je niet meer kwijt. Altijd wordt er weer gezeurd van wat vroeger is gebeurd. Jullie spelen nu nog in Hoorn. Wat is jullie volgende locatie? Nou, ik ga in de Meervaart in Amsterdam op 4 maart spelen. Wanneer we spelen weet ik niet, maar als je hier niet in Hoorn bent geweest, kan je komen kijken in de Meervaart.